De Surinaamse dansschool Be Your Own Hero en het Nederlandse theatergezelschap Untold hebben gisteravond een succesvol optreden gehad van het theaterstuk Convo. De opvoering van dit stuk is onderdeel van het culturele uitwisselingsproject dat deze twee organisaties samen uitvoeren in Paramaribo en in het district Para. Nadat de organisatoren zich in Theater On Stage hadden gepresenteerd aan het publiek, kon de opvoering beginnen. Het goed opgekomen publiek is met het theaterstuk teruggevoerd in de tijd. Convo is een muziek-, zang- en dansvoorstelling over de spirituele kracht van de geestelijke ontwikkeling. De voorstelling is geopend door de directeur van het Slavernijinstituut Ninsei, Erwin Fient. Hij sprak zijn bijzondere waardering uit voor het initiatief dat mede mogelijk is gemaakt door de Nederlandse ambassade in Suriname en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten. Volgens Fient kan het ook niet anders, omdat de geschiedenis van Suriname onlosmakelijk verbonden is aan die van Nederland. De geschiedenis wat ons allen eigenlijk moet binden in plaats van scheiden. En wat ik zo bijzonder vind aan jullie initiatief is dat als ik net zo jong was als Rivelino en Otmar, dat is niet zo lang geleden, kan ik me niet voorstellen dat er een professionele theaterstuk gemaakt zou zijn over dat wat lange tijd en misschien soms mijn generatie vaak niet durft vooruit te komen. En lange tijd ook is weggestopt. Volgens Fient geven de organisaties met dit theaterstuk aan dat het nalatenschap van de voorouders een professioneel podium verdient. Desta Deekman, de choreograaf van Untold, gaf het publiek mee dat in dit stuk het spiritueel welzijn voorop wordt gezet. Wij zijn een jonge generatie die begrijpt hoe belangrijk het spirituele welzijn is. Ongeacht wij in Europa wonen en we geconfronteerd worden met een definitie van succes die niet bij ons hoort. Wij hebben een andere definitie van succes. Onze definitie van succes is innerlijke welzijn en spirituele balans. En daardoor krijgen we alles wat we nodig hebben en wat we verdienen, want als die jeep komt, neem ik het ook. Oké. Het stuk gaat voornamelijk over transformatie, de transformatie van de geest. En iedereen heeft daar een eigen reis in, een eigen ontwikkeling in. Wat ik eigenlijk aan jullie wil vragen is om niet per definitie met je verstand naar deze voorstelling te kijken, maar om je hart te openen en om te kijken wat je voelt van binnen. Want dat is de boodschap die we mee willen geven. In het theaterstuk Convo staan ook de West-Afrikaanse en Afro-Caribische dans en muziekstijlen centraal. Vandaag is er een slotopvoering in Theater On Stage.